Deze nieuwsuitzending is een aankondiging. En dat gaat over een experiment wat ik al heel erg lang van plan ben om uit te gaan voeren. En waar ik hulp bij nodig heb. Dat wil zeggen, als ik miljonair was. En ik had echt belachelijk veel geld dan had ik jullie hulp niet nodig dan smeet ik er nou wat tegenaan ik denk duizend euro tweeduizend euro meer niet hoor en dan hoefde ik ook helemaal niks te doen dan zat ik dan in mijn miljonair kasteel en dan kwamen er jonge lui langs en die, uh, die betaalden ik dan Maar zo is de situatie niet. En ik heb zonder meer geld nodig voor de materialen. En ik heb geld nodig om. Er wordt eigenlijk geen geld, maar de. Ik heb expertise nodig. Die je ja, die dus in moet kopen. Of iemand moet het gaan doen. Dat kan ook. En die materialen die ik nodig heb... die moet ik ofwel kopen... wat dus dan weer geld kost... en de andere mogelijkheid is dat ik die materialen kan lenen. En dan kost het dus niks. Maar dan moet er iemand zijn die die materialen levert. Leent. En die krijgt ze dan weer terug. En als er dan iets sneuvelt tijdens het experiment... ja, dan ja dan heb ik dus weer geld nodig omdat <laughs> omdat witte weer te vergoeden maar het gaat niet om heel veel geld afhankelijk van hoe het loopt zou het minimaal gaan om een paar tientjes best case scenario en dan heb ik wel handjes nodig die voor niks komen helpen. Want er is nogal wat werk te verrichten. Maar als er dus, dan moeten er handjes zijn, die, uh, ja, die komen dus met een heel blij gezicht. Komen ze rustig op zaterdagochtend op tijd. Allemaal bij elkaar. En dan heb ik ook iemand nodig en die zorgt dat er dan als eerste koffie is. En dat kost dan ook niks, maar dan moet die persoon dus koffie hebben. En dan gaan we vergaderen, dan gaan we aan de slag. En als we dan om twee, drie uur s middags op zaterdag klaar zijn, dan gaan we een biertje drinken. En iemand heeft bier meegenomen, dus dat kost ook niks. Zo op die manier dan dus. Best case scenario. En het enige wat echt aangeschaft moet worden, dat zijn een aantal platen per specs. Um, want dat kan niet geleend worden en de rest ja dat is ofwel materiaal wat na afloop weer terug kan naar de rechtmatige eigenaar of het is spul wat je ook waar wat iedereen wel heeft liggen in zijn hobbykamer of uh, box of schuurtje of, uh, dat hoef je niet te kopen maar dat perspectief wel nou dat experiment dat staat al in de titel. Het gaat om het bewijzen van het broeikaseffect. Of beter gezegd, het meten van het broeikaseffect. Kijk, dat het broeikaseffect is, dat is bekend. En het broeikaseffect, dat komt erop neer... dat koolstofdioxide, anders dan stikstof en zuurstof... wat de hoofdbestanddelen zijn van de atmosfeer. De atmosfeer bestaat voor 20%. Uit stikstof en voor eh, 20% uit zuurstof. En voor 80% uit stikstof. Dus dat bij elkaar is 100%. En <laughs> de rest, dat is heel, heel weinig. In de atmosfeer zit bijvoorbeeld ook helium. Maar dat is echt niet veel. Dat, dat is heel weinig. Dus 100% van de atmosfeer. Bestaat uit stikstof en zuurstof. Maar dat is niet echt waar. Dus 99,9% van de atmosfeer. Nou, 99,95% ongeveer van de atmosfeer. Bestaat uit zuurstof en stikstof. Nou, als je kijkt naar zuurstof en stikstof. Dat zijn uh, gassen die infrarood niet of nauwelijks absorberen. En het zichtbare licht absorberen ze helemaal niet. Want als dat zo zou zijn, dan zouden wij door de stikstof en de zuurstof heen zouden wij niet naar de zon kunnen kijken, omdat dan het zonlicht geabsorbeerd wordt door die gassen, maar dat gebeurt niet. Dus het zichtbare licht dat wordt door stikstof en zuurstof doorgelaten. Dat lijkt me nogal wiets. Ja. Of anders gezegd, als jij een. Je hebt een vat. Een doorschijnend vat. En daar doe je atmosferische lucht in. En dan zet je daarnaast een vat. En dat zuig je helemaal vacuüm. Nou, op het oog kan je niet zien welk vat er vacuüm is. Omdat al het licht er gewoon doorheen komt. Maar als jij een vat vult met CO2. En je vult een vat met atmosferische lucht. Dat kan je wel zien. Ja, Piri, dat klopt. Want Greta Thunberg. die kon dat zien. Ja, Greta Thunberg. die is gek. Want Greta Thunberg. kan dat zien met het blote oog. Dat zegt ze. Hè? Ja, maar. het was al bekend. dat Greta Thunberg. die heeft ernstige psychische problemen. Ze heeft het syndroom van Asperger. Dat betekent een communicatieprobleem. En ze heeft OCD. Obsessive compulsory. compulsory Disorder. Dat heeft last van uh, dwangmatig gedrag. Ja, dat zijn geen leuke dingen voor een vrouw van 16, ook al kom je uit Thans-Scandinavië. Hobedare Jobed. En dan gaat ze nog zitten huilen of zo. Gaat er weg. Dat is een heel zielig geval, Greta Thunberg. En Greta Thunberg beweert dat ze met het blote oog koolstofdioxide kan zien. En dat kan niet, omdat wij met ons blote oog alleen maar het zichtbare licht kunnen waarnemen. Daarom heet het ook het zichtbare licht. Want het gaat maar gewoon om een stukje van het spectrum, van het licht. Het licht heeft een heel groot... Uh, het gaat om... Wat is het? Ja, zijn het zijn dus fotonen of zo die op je afkomen. Hè? Maar dat... Dat heeft een, een spectrum. Het gaat om golflengtes. En wij kunnen waarnemen van... zoveel eng heet dat dan? Dat is een bepaalde golflengte... tot en met een andere golflengte. En dat begint dan bij het... Uh, nou, de bovenkant... de hele hoge energetische golven. Dat is het ultraviolet. Dat kunnen wij niet zien. En... Uh, ja, Het grens van het, het, grens van het violet. Dat violet kunnen we nog net zien. Dus dat is een beetje paarsachtige. En als het dan nog uh, korter wordt, die golflengte. dan kunnen wij het niet meer zien. En dat heet ultraviolet. En aan de onderkant van het spectrum, waar de lange golven zitten. dan kunnen wij rood nog zien. En als de golflengte nog langer wordt, dan noemen we dat infrarood. Dan kunnen wij ook niet zien. Dus wij kunnen niet zien of de kachel aanstaat. Ja, als je die vlammetjes kan zien, maar wij kunnen niet zien of de, de kachel aangestaan heeft. Ja, dus als jij in een ruimte komt en er zijn twee gaskachels. En die ruimte is koud. En dan doe je die ene gaskachel aan en dan wordt die ruimte lekker warm. En dan kom jij met iemand die ruimte binnen en dan wordt, allebei die kachels doe je uit. En dan. Vraag je dan aan die persoon welke kachel heeft net aangestaan? Nou, dat kan je niet zien. Dat kan je wel voelen. Je kan een beetje met je hand erboven voelen. zeg je, ja, deze voelt warm. Maar dat mag dan niet. Hè? Ja, alleen met het oog, met het blote oog. Nou, je kan infrarood niet zien. Zou dat wel kunnen? Dan zou je het kunnen zien. Een nachtkijker, wat ze gebruiken in het leger, die zet infrarode straling om naar een beeld in het zichtbare licht. Dus dan kan je wel infrarood zien, maar heb je een nachtkijker nodig. En er zit een computer in. Ja. Anyway, ja, Greta Thunberg is gek, maar ik vertel je niks nieuws. Ja. Maar infrarood kan je niet zien. Je kan het wel uh, met een, 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 een sensor, kan je het waarnemen. Dus met een nachtkijker bijvoorbeeld... Hè? Dus als jij een vat vult met koolstofdioxide... en een ander vat met atmosferische lucht... achter die twee vaten zet je een warmtebron. Ja. Dan kijk je door die twee vaten naar die warmtebron. Dan kan je door dat vat met die atmosferische lucht... kan je die warmtebron helemaal 100% zien. Maar door die CO2 zie je die warmtebron een stuk minder. En dat komt omdat CO2... Infrarood absorbeert. Het heeft te maken met de structuur van het molecuul, en je kan je er ook iets bij voorstellen omdat stikstof dat is N2, dat is een symmetrisch molecuul. En zuurstof, dat is O2, dat is ook een symmetrisch molecuul. En ja, die tuimelen lekker. Uh, boe -de -boe -de -boe -de -boe. Terwijl CO2 dat is een soort molecuul dat is niet symmetrisch. Dat heeft een vorm net als Mickey Mouse. Je hebt die C die zit uh, in een soort middelpunt. En dan heb je die twee zuurstoffen. En ik denk dat die onder een hoek staan. Nou, vandaar dat Mickey een soort driehoekje of zo. Denk ik dat CO2 is. Ik weet het niet precies. Maar daar zit een spanning in, in dat uh, molecuul. En die spanning die kan die straling absorberen. Nou, CO2 absorbeert infrarood zonder meer. De vraag is in welke mate. Want als je achter als je uitgaat van pure koolstofdioxide en je zet er een warmtebron achter, dan. Denk ik dat je door dat vat met koolstofdioxide nog steeds de warmtebron wel degelijk kan zien? Dus CO2 absorbeert niet 100% van het ingaarrood. Waarom zou dat zo zijn? Ik heb gordijnen hier in mijn woning en die absorberen zo'n beetje 100% van het zichtbare licht. Die zijn er ook op gemaakt, dat zijn verduisteringsgordijnen. Maar CO2 absorbeert geen 100% van de infraroodstraling. Dat, dat lijkt mij niet voor de hand liggend. Nou, en dan is dan het experiment... En want dat het CO2 dat absorbeert, dat is al heel lang bekend. En dat je dat, kan na, dat je dat kan aantonen in een laboratorium, dat is ook bekend. Dat kan je op internet zo vinden. Dus in Amerika is er, heb ik een filmpje gezien van een man. En die heeft dan twee glazen potten, die hele grote potten. En in die ene pot, dat doet hij water met Alka-Seltzer. Dat is een bruistablet... Hoogpijn, anti ofzo. of zo. Nou, dan komt, als je zo'n tablet in het water gooit, dan komt er CO2 bij vrij. Dus in dat ene vat zit dan heel erg veel CO2, echt belachelijk veel. En in dat andere vat zit gewone lucht. En dan de beide vaten worden aangelicht met een, ja, met een soort zonnebanklamp. En dan zie je dat de temperatuur in het ene vat waar de CO2 in zit... die stijgt aanmerkelijk ten opzichte van het andere vat. Ja, dat, maar goed, zo, het, het werkt. Ik geloof het ook direct dat het broeikaseffect er is. Waar het mij om gaat, wat is de mate? Want wat die professor doet, op dat filmpje van YouTube... Die doet dan weliswaar CO2 in het ene vat. Maar mijn vraag is dan, hoeveel? Ja? Want in de atmosfeer, en nu even dan aan de werkelijkheid: de CO2-concentratie in de atmosfeer is 0,04% procent. volume procenten. Dat zijn dus vier deeltjes op de 10.000, dus heb je zeg maar, 200.000 uh, zuurstofmoleculen, 800.000, nee, dat moet ik veel anders zeggen. 2000 zuurstofmoleculen, 8000 stikstofmoleculen, en dan vier CO2 moleculen. Dus die zijn zwaar in de minderheid. Dat heb je momenteel. En het was ooit 3 op de 10.000. Dus had je 2.000 zuurstofmoleculen, 8.000 stikstofmoleculen en 3 CO2-moleculen. Dat was het ooit in de 19e eeuw. En dat aantal is van 3 naar 4 gegaan. Dat is een stijging van een derde. Ja, wat en wat is nou het broeikaseffect bij zoveel CO2-stijging? Ja. De temperatuur in Nederland is de afgelopen 100 jaar gestegen. Niet heel veel. En het is ook niet 100% significant, zoals dat heet. Dat betekent, daar kan een stukje toeval in zitten. Maar het is enigszins gestegen. En kan je dat verklaren met de stijging van de concentratie koolstofdioxide? Dat is de vraag. Kan je dat verklaren daarmee? Zou het daardoor kunnen komen? Nou, dat experiment is niet gedaan. Dat kan je op internet niet vinden. Op internet kan je alleen maar vinden zo'n mafketel van een professor. Maar die meet niet de CO2-concentratie in zijn vat. Je weet alleen maar dat het heel erg veel is. Ja, die man die zit met een vat met uh, 50% CO2. Of, of 3%, oh, 30% of zo. Maar dat is uh, bizar veel. Daar hebben we het niet over. Ja? Kijk, als je een liter jenever drinkt. dan kan je ervan uitgaan. dat je dan niet meer kan autorijden. en dat je daar nog rustig. Uh, dan ben je drie, vier, vijf dagen van streek. Zelfs een doorgewinterde suiper. Uh, een liter jenever. nou nah, jongen, voordat je dat verwerkt hebt. daar heb je zware uh, effecten van. Maar dat betekent niet dat jij van één jenevertje na het schaatsen. Dat je dan ook uh, een uur buiten beeld bent, gaat op weg. De, de hoeveelheid doet er wel degelijk toe. Nou, dan nu het experiment. Wat uh, in zijn meest eenvoudige vorm zou je moeten hebben: um, twee vaten niet gelijk een olievat of zo, dat, dat is eigenlijk de technische term. En dat moeten vaten zijn en die zijn gemaakt van doorschijnend materiaal. En ik heb even gekeken op internet en het materiaal wat in aanmerking komt, dat is perspex. Dat is niet zo duur en het is lekker stevig en het is makkelijk te verwerken. Nou, en wat je nodig hebt, is je maakt dan een kubus. Dat lijkt mij de makkelijkste vorm om te maken. En alle zijden zijn even breed, even hoog. En, dan heb je, en je moet twee kubussen maken. Er moet er eentje namelijk met CO2 komen en eentje zonder CO2. En de afmeting van die kubus dat moet niet te klein zijn. Niet te mini, Zo, Maar ook niet een meter bij een meter bij een meter. Dat lijkt me nergens van nodig. Het moet handzaam zijn. En 40 bij 40 bij 40 centimeter lijkt mij handzaam. Misschien 50 bij 50 bij 50. Nou, per kubus heb je zes plaatjes nodig. Nou, die kan je bestellen via internet. Dan krijg je ze op maat aangeleverd. Dan krijg je twaalf platen perspex. Dat zijn de kosten die je echt kwijt bent, want die twaalf platen daar heb je later helemaal niks meer aan. Nou wat je nodig hebt is kit om die perspex platen met elkaar uh, tot een kubus te lijmen. En je hebt wat dingen nodig als uh, een boormachine ofzo, maar die heb ik zelf ook wel. Dus die perspex en die kit dat zat zonder meer uh, op je broodschaplijstje. Nou, we hebben nog meer nodig. We moeten hebben vier temperatuursensoren en dat moeten zijn elektronische sensoren. Ik zal zo dadelijk uitleggen waarom. Nou, dat kan ik gelijk wel uitleggen. Anders moet je de godganse tijd met het blote oog kijken hoe warm het is. En dat ja, dat kan je ook doen. Dat zou de hele goedkope variant zijn. En moet ik het op het oog gaan kijken, maar we moeten nogal nauwkeurig gaan meten, want die stijging die je wil kunnen meten, dat is toch een stijging van ja, 0,1 graad Celsius moet je in de gaten hebben. En om dat te doen met een, ja, op het oog, met een thermometer, lijkt mij een beetje moeilijk. Dus daarom dus een elektronische meter, dat je een display hebt, minimaal. Of, en daar zat ik aan te denken, dat je alleen de sensor hebt waar dan twee draadjes uitkomen. Maar goed, laten we daarvan uitgaan. En dan zou ik zijn voor twee sensoren. Eén sensor die hangt in het midden, die komt in het midden van de kubus. En die andere sensor die komt vlak bij de wand van de kubus. En dat in allebei de kubussen. Dus heb je vier sensoren nodig. Nou, van die vier sensoren komen twee keer twee uh, draadjes. Dus heb je van die kubussen, heb je dan in totaal vier signalen voor de temperatuur. En die signalen die moeten naar een, naar een, een computertje toe. En je hebt van die hobbycomputers. Nou, die kan je dus eventueel kopen voor dit project, maar na afloop zijn die computers uh, bruikbaar. Met andere woorden, die kan je dus ook lenen. Als iemand een Arduino heeft of een Raspberry Pi of een Banana Pi of zo. Ik heb hier zo'n zo Pi-machientje, maar die doet het heel eventjes voorlopig niet. Die is een beetje klein kapot of zo. Maar ik heb vrienden genoeg die, die kunnen er wel eentje ophoesten, die kunnen wel eentje lenen. Nou, die temperatuursensoren, die heb je aan het einde van de rit ook over. Dus je zou iemand moeten hebben, hebben we best case scenario, hè? Die die temperatuursensoren toch wel kan gebruiken na afloop. Of die ze wel heeft liggen in zijn hobbydoos. En wel in wil zetten voor dit project. En die krijgt ze dus na afloop terug. En een temperatuursensor, daar zitten geen bewegende onderdelen aan. En ja, die gaat niet kapot, mag ik aannemen. Nou, Wat je ook nog nodig hebt is een CO2-sensor. En daarvoor geldt hetzelfde als die temperatuursensor. Die sensor die gaat niet kapot. Dus na afloop van het experiment kan je die mee naar huis nemen. Dus die kunnen we ook lenen of iemand kan hem aanschaffen in het kader van het project, maar die mag hem na afloop houden. Het is zijn sensor. Ja, daar ga je dus zelf wat anders mee doen. Nou, dan heb je dus die Arduino Pi nodig, ofwel een Arduino of een Pi machine, beneden een Raspberry Pi, zeg maar. Nou, in zo'n kubus, even hoe voor jezelf wat het uitziet: je, je zet eerst die bodemplaat maar eens even netjes neer en dan erop maak je een soort van stellage van knutselmateriaal. En dan zorg je ervoor dat precies in het midden van die kubus daar zit de thermosensor nummer 1. En dan aan de rand van de kubus, er zit, kubus er zit thermosensor nummer 2. Nou die draadjes moet je netjes uh, met een plakketje vastzetten. En dan moet je ook de CO2 sensor, die maakt me niet uit waar die komt, ergens in het midden. Prima. En die heeft dan ook twee draadjes. Dan heb je in totaal per kubus komen er zes draadjes. Nou die moeten door een gaatje in de wand naar buiten toe. Nou, dan moet je dus in, in een van die platen boor een gaatje waar die draadjes erin kunnen, en dan moeten die draadjes er en dan moet dat gaatje vervolgens helemaal dicht worden. Nou, dat moet met montagekit. Nou, we moeten een tube montagekit hebben, maar ik heb misschien nog wel een montagekit dingetje liggen, dus die hoeven we ook niet te kopen. Nou, dan uh, kunnen we de hele kubus in elkaar gaan lijmen. Maar één van die twee uh, kubussen, daar moet nog een extra gat in komen. En daarvoor in dat gat moeten we een passende kurk hebben. Uh, fijn zou zijn om daar zo'n lekkere, rubberen kurk voor te hebben. Maar als we die niet hebben, dan maar gewoon een kurk uit een champagnefles. Of een, uh, iemand heeft wel een kurk, toch? En anders koop je maar een kurk. Maar vroeger, toen ik hobby, -de, hobby dingen deed met mijn scheikunde toestanden, had ik rubberkurken. Die zijn wel super tof. Die dichten ook heel erg goed. Nou, als we dan die twee kubussen in elkaar hebben gezet, dan gaan we als eerste uh, testen: kan de Raspberry Pi of de Audi Computer? Dan meet hij goed die, temperaturen. die temperatuur. Die temperatuursensoren testen. Dan zet je zo'n ding buiten neer en dan moet hij de, de buitentemperatuur aangeven uiteindelijk. Dan zet je hem binnen neer en dan moet, hij langzaam, moet die temperatuur langzaam op gaan lopen tot de temperatuur die in de huiskamer is. En dan moet je ook kunnen zien dat de temperatuur aan de wand sneller oploopt dan de temperatuur in het midden. Zodat je zeker weet dat je de draadjes goed om hebt dat je weet dat wat je denkt dat de buitenste sensor is, dat het ook de buitenste sensor is. Want de buitenste sensor die zal als eerste de opmerken dat de omgeving warmer wordt. Nou, dan kan je ook die CO2-meter die moet je testen dat die het doet. En dat kan je zeer eenvoudig testen door, ja, je hebt dus twee CO2-meters nodig. Nou, die ene meet je, Allebei moeten ze standaard als je begint 400 ppm aangeven. 400 parts per million. Dat is equivalent aan 4 deeltjes per 10.000. 400 ppm moeten ze allebei aangeven. En dan ga je in die ene kubus waar dat gat in zit. Die, die, die kurk haal je eruit. En daar moet je dan CO2 bij zien te krijgen. Nou, en bij het testen zou ik. Uh, ja, dan kan je uitgaan van een bruistablet, net als die uh, universiteitsprocessor, professor. Ja. Oh, en in die kubus waar dat gat in zit, daar moet ook nog een derde dingetje in. Of vierde dingetje, maar een derde soort dingetje. Namelijk een klein elektromotortje met een propellertje. Dus elektromotortje moet iemand dan ter beschikking stellen. Ook die krijg je aan het einde van het project weer mee naar huis. Maar dan moet je een klein ventilatortje hebben. Je nou, moet ook een klein ventilatortje, Dat kan ook. Een klein ventilatortje hebben. Nog makkelijker. Want heel veel elektronica-hobbyisten hebben wel een ventilatortje ergens liggen. En die krijg je in de afloop weer mee naar huis. Die gaat niet kapot. En dan, waar gebruik je dat voor? Nou, je doet die CO2 doe je erin. Dan gaat die kurk erop. En dan doe je met een knopje doe die ventilator doe je uit, aan. Sorry. En dan gaat in dat vat gaat die, die lucht dan erin rond te tollen, zodat die CO2 goed mengt. En dan die CO2 meten. En dan kan je gelijk oefenen dat je. Um, dat je naar het juiste aantal per 10.000 gaat. Want je moet, ik zal dan mikken op 8 per 10.000. Dus dat je de koolstofdioxide-concentratie twee keer zo hoog maakt. Dan zijn we voorlopig gekuppeld. Nou, en als je dat voor elkaar hebt, dan zijn die vaten klaar. En nou, die zijn dus allebei luchtdicht. Uit allebei die vaten, daar komen. Oh, even kijken hoor. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 draadjes komen eruit, het vat zonder CO2. En het vat met CO2, daar komen 8 draadjes uit, namelijk 2 draadjes voor de fan, om die aan en uit te zetten. En misschien dat een slimmer ik zeg van nee, dat hoeft niet, want we maken 1 aardedraad. En, en de rest naar de aarde toe ofzo. Maar dat, daar, ik ben niet zo'n elektronica ding. Dus ik zou kiezen voor acht draadjes uit. Ook nou, zes draadjes en acht draadjes. Lekker simpel. Maar het is ook niet dat deel, dat is dan niet voor mij. Ik weet wel dat die analoge signalen van die temperatuursensoren en die CO2-sensoren... die moeten gemeten worden door zo'n uh, computertje, digitaal. En daar heb je een ADC voor nodig. Een analoog digitaal converter. Ook die krijg je na afloop weer mee naar huis. Die hoeft niet. Ja, die kan je in het kader van het project aanschaffen, maar na afloop doet hij het. Dan heb je gewoon zo'n ding over. En iemand kan dan zeggen, nou ik wilde er toch altijd al eentje kopen. Ik koop er nu een En die kunnen we dan gebruiken voor het project. En ik krijg hem dan na afloop mee naar huis. Best. Nou, ja, als we dat helemaal goed getest hebben, dan gaat het grote feest beginnen. En dan zetten we die twee uh, uh, vaten of kassen, dat moet ik moet ook eens zeggen: kassen, dus het broeikaseffect, toch? Die zetten we in de buitenlucht op een plek waar uh, de hele dag door uh, de zon vrij spel heeft. Dus het liefst uh, ja. uh, in het midden van het parkeerterrein, zonder bomen. of bij een of andere boer op zijn erf, een boer die het helemaal heeft gehad met al die klimaatmafia, en die zeggen nou op mine erf mag dat wel. Ja, en dan zijn we bij die boer op zijn erf, en dan op een tafeltje, tafeltje hoeft niks te kosten, kan houden. tafeltje zijn, en dan die twee dingen erop, en dan die Arduino erbij, alles een beetje waterdicht. op een lange kabel naar uh, het huis, het woonhuis van die boer, of iemand heeft een tuin die uh, vol op zon pakt. We willen het ook best. Hè? En dan gaan we even loggen. En dan gaan wij bepalen of dat vat met twee keer zoveel CO2 als normaal, of dat hogere, een hogere temperatuur krijgt, warmer wordt dan het andere vat met gewone atmosferische lucht. En dan doen wij eventjes iets wat de hele wereld niet voor elkaar heeft gekregen. En natuurlijk gaan we het hele project van A tot en met Z, dat gaan we even vastleggen. En dat begint er al mee dat als ik voldoende bijstand krijg, zo hè. Mensen zeggen, ja, ik wil meedoen, lalala, ik ben die en die en ik wil wel dit doen. Je hoeft nou helemaal niks te doen, Maar ik alleen toezeggingen heb. Ik schrijf het hele plan uit. Ik maak een website uh, met de hele projectinformatie erop. Uh, alle materialen worden benoemd die we gaan gebruiken. We kunnen ook er een to-do-lijst op zetten van wie moet wat gaan doen. En dan gaan we er langzamerhand naartoe werken. De hele wereld mag meekijken. Want ik heb een domein, ik heb een server. Dus dat is allemaal geen enkel probleem. Nou, bij alle vorderingen maken we foto's natuurlijk. En als we aan de slag gaan, dan maken we filmpjes. Ik weet zeker dat Wim, mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin, die filmt dat. Dat vindt hij hartstikke leuk. En Wim kan hartstikke goed filmen. Dan krijg je dus niet van die, uh, die K-filmpjes die je heel veel op het internet ziet, waarbij mensen dan niet begrijpen dat je een camera stil moet houden omdat je anders hoogpijn krijgt of maagpijn krijgt als je naar die beelden zit te kijken. Ja, Wim kan heel goed filmen. Dus Wim filmt het allemaal uh, nou, en dan de, de data die uit de, die de computer komt. Met al die temperatuurgegevens en die CO2-gegevens. Want die CO2-concentratie, die blijven wij natuurlijk lekker doormeten. Want anders gaan mensen gaan zeggen, ja, er zat in het begin wel CO2 in, maar daarna is dat weggelekt. En, en daarom werd die niet warmer. Ja, ik ken mijn papa Eimers. Nee, dus we blijven CO2 meten tot aan het bittere einde in dat vat met die extra CO2. En we meten CO2 in een andere vat waar we geen extra CO2 hebben ingedaan. En allebei wordt gemeten. Natuurlijk. En de temperatuur in het midden van het vat en de temperatuur aan de rand van het vat. En als wij gaan beginnen met meten, of laat ik zo zeggen, als we die CO2 hebben toegevoegd, dan gaat die, die fan, die propeller, die ventilator, die gaat even aan om te mengen en daarna gaat die natuurlijk uit. Zodat die atmosfeer in dat vat helemaal stilstaat. Zodat je ook gelijk de boel ontkracht hebt. Dat mensen kunnen zeggen van ja, dat vat dat warmer wordt, dat koelt af aan de atmosfeer daarbuiten. En, en daarom zie je geen verschil. Dus als je, je moet dat experiment herhalen, maar dan moeten die vaten 10 bij 10 bij 10 meter zijn. Iets wat onmogelijk is natuurlijk, want dat kan niemand betalen. Maar dat ontkrachten we door in het midden ook te meten. En aan de rand. Want lucht is namelijk een uitermate goede warmteisolator. En dus als een vat merkbaar afkoelt aan de buitenlucht, dan moet die temperatuursensor vlakbij de rand een lagere waarde aangeven dan in het midden. Dan de temperatuursensor in het midden. Als er sprake is van afkoeling naar buiten toe. Dus door met twee sensoren te werken, kunnen wij dus meten wat het temperatuurverlies is door geleidingswarmte naar buiten toe. En de, de kubussen zelf, die zetten wij op perspex. Nou, dat moet ook aangeschaft worden, maar dat hoef je niet te betalen. Want iedereen, die een of andere, je koopt maar wat bij bol.com of zo, elektronica meuk, en het is verpakt in perspex. En dan heb je wat blokjes perspex nodig. Meer niet, je hoeft niet een hele perspex platen te hebben, maar vier blokjes perspex die allemaal even hoog zijn onder elke kubus en dan staat die kubus stabiel is dat prima geïsoleerd. Vier blokken. Perspex hoeven we niet te kopen. Dus wat hebben we dat nu aan kosten? Nou, vier platen van het Wat zei ik? Nee, Perspex styrofoam of zo heet dat. Dat spul waarin... het witte spul, de piep piepschuim. Zo dat, ja. Piepschuim moeten we hebben om, om die kubussen op te zetten. Zodat er geen warmte verliest naar onderen toe. Ja, wat moeten we dan hebben? We moeten dat perspex hebben. Dan uh, dat moet je kwaliteitspulver hebben. Want het gewone perspex dat laat een deel van het spectrum niet door. Dan krijg je daar gezeur over. Dus dan moet je echt high-tech quality perspex hebben. Maar dat kan je kopen. Dat is denk ik de kostenfactor. En dan praat je nou, over 60 euro. Inclusief verzendkosten, dacht ik. Zeker als je uh, vraagt om maar één plaat. En dan moet iemand even de moeite nemen om met een decoupeerzaag. Uh, die ene plaat in twaalf stukjes te zagen. Nou, dat, dat kan ik zelf nog wel. Maar het zou leuk zijn als iemand dat even doet. Huh? Iedereen, men heeft toch wel een decoupeerzaag? Nou dan. Ik heb er zelf al. Ik heb zelf al een soort beginnetje gedaan. met een ander experiment. Daar heb ik ook met Perspex gewerkt. En toen heb ik het op maat laten zagen. Hier bij de Hubo. Nou, ja, dan rekenen ze ook wat voor. Ja, je kan het prima zelf zagen. En al die andere dingen. ja, dat is een kwestie van tijd. En iemand moet een werkruimte hebben. waar je met twee, drie man. In kan en waar je een beetje kan klussen. En dat testen, dat moet allemaal gebeuren. Ja. Denk er maar over mee. En laat dat van je horen. En dan ga ik de volgende stap zetten. En mijn volgende stap is het uitschrijven van het stappenplan en het precies beschrijven. Ik ga dan op het internet zoek ik uit welk perspect precies nodig is en daarop gaan wij niet beknibbelen. Dus het allerduurste aller perspect, maar zo duur is dat niet. Dat gaan we, daar gaan we voor. En die temperatuursensoren die zal ik selecteren op nauwkeurigheid. Nou, de... de voor het geval we die gaan aanschaffen dus. Hè? En dan moet iemand dus die dingen willen hebben na afloop. Of we moeten iemand hebben die die temperatuursensoren al heeft liggen. Of heeft liggen van vergelijkbare kwaliteit. Een kwaliteit die ook wel kan. Want het is natuurlijk mooi om te gaan van 0,01 graad Celsius nauwkeurigheid. Maar als je 0,1 graad Celsius verhoging kan meten, is dat misschien ook wel goed. Huh? Maar liever heb ik tot op 0,01 graden Celsius. Eigenlijk toch wel. Nou, die CO2-sensoren, daar geldt hetzelfde voor. Die, maar die zijn ook niet zo duur. En ja, iemand, moet je, ja, iemand heeft ze al liggen. Dat kan. Of iemand vindt het wel leuk om zo'n sensor überhaupt te hebben. Ja, dan moet je hem aanschaffen in het kader van het project. En dan is hij hem dan de eerste tijd kwijt. Maar het, want hoe lang gaat het duren? Kijk, dat meten... Uh, ja, we meten het een keer uh, als we klaar zijn. In het, nou, nou, stel, we zijn klaar in de zomer. Hè? Nou, als we dan in de zomer... geen substantiële temperatuurstijging waarnemen... in het vat met de CO2... Dan is het experiment geslaagd. Dan kunnen we verder stoppen. Ja. Maar stel, we hebben het experiment klaar en het is hartje winter. Dan heb je natuurlijk weinig zonnestraling. En als we dan geen verhoging meten. Dan gaan mensen zeggen: maar Ja, maar het broeikasteffect heb je. Dat is op basis van het zonlicht. En dat moet je dus echt in de zomer bouwen, het op hoor. Het is in de zomer moet je meten. Dat gaan die zeurneuzen zeggen. Dat weet ik nou al. Dus dan. Ja, als we in de winter klaar zijn. Dan. Ja, dan is dat experiment pas in de zomer afgelopen. En in de zomer moet je dan toch denken. Ja, na twee jaar. Op 21 juni zou ik. Dat is dan wel je, dat is de langste dag, hè? die moet je eigenlijk hebben. En als je het heel stoer wil doen, dan meet je vier keer. Dan meet je het op 21 december bij de winterzonnestilstand. Dan meet je het in uh, 21 maart bij de, de lente-equinox. En dan meet je het op 21 juni bij de zomerzonnestilstand. En dan nog een keertje op 21 september bij de herfst-equinox. Ja, dan ben je helemaal uh, een grote jongen. Is dat nodig? Nee, dat is overdreven, vind ik. Maar ja, als niemand zit te springen om het terugkrijgen te van die materialen. dan laat je dat hele ding toch een jaar lang staan. Stel, de een of andere boer die, die zegt: Nou, het mag bij mij wel. En er is een plek en, en daar kan het ook helemaal geen kwaad en dan moet het even goed opgesteld worden. Uh, goed vastgeschroefd dat het niet om kan waaien. Dat allemaal lekker waterdicht, want je werkt met elektronica. Dan moet je geen meter hebben. Ja, en als die Arduino uh, op een droge plek staat. Ik zeg maar wat: die, die boer heeft een schuur met een plat dak. Dan kan op die schuur met dat platte dak. daar zetten we dan de installatie neer. Ja, die moet goed verankerd worden met uh, bakstenen, dat hij niet eraf kan waaien of zo. Hè? En, en dan komt daar een, een, een pijpleiding uit waar die draden erin zitten en die gaat vervolgens bij die schuur naar binnen en dan in die schuur moeten we een plaatje hebben en daar zit dus die computer op dan moeten elektro uh, dingen 220 zijn en dan moet een kabel die moet verbonden zijn met de internetrouter van die boer of, die, of, of de, iets met de wifi kan ook Nou, dan is het klaar. Dan hoeven wij ook nooit bij die boer meer langs, snap je? Dat is één keer monteren en dan kunnen we vanaf afstand uh, pak je, Ik zal het trucje uitleggen. Die, die boer die heeft een router, maar een router die heeft poortvoorwording. Ja, dan pak je die router op poort uh, geheim poortnummer. Dus uh, weet ik veel uh, 007. <laughs> ik zeg maar wat, uh, 1007 of zo. Uh, de James Bond poort. Maar dan mag je een of ander portnummer kiezen tussen 1 en 32.766. 767, 66 of zo. Dacht ik. Ja, dat is een beetje. Een of ander nummer. En die verbindt jou in één keer door met de, die machine die er staat, die computer. Dus die, die Raspberry Pi of Banana Pi of zo. Dan ben je hop, ben je binnen. Dan heb je de, de SSH, heb je de Shell. heb je de Born Again Shell, de Bash. Dan. Dus dan kan je die computer bedienen gewoon van anywhere over the planet. Snap je? Pak je nog aan ook, man. En wel even om te denken dat je dat poortnummer super geheim houdt. mede het wachtwoord van de shell. Hè? Echt iedereen kan er, nou in, kan er namelijk dan in. En dan laat je het een jaar lang staan. Dan kan je het een jaar lang meten om het goed aan de grote klok hangen, en dan de Nederlandse politiek benaderen, en dan gaan we een enorm lange neus trekken. Na 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 jij bent een homo, een hele sukkelige homo. Oh nee, dat mag niet, hoor. Dat is niet inclusief. Nee, maar het zijn wel eens. Je mag er toch een keer boos over worden. Er zitten ons lastig te vallen met onzin. En dit wat ik nu zeg, dat had al lang uitgevoerd moeten worden door TNO. Door wij, de mensen onderaan de piramide, die de hele piramide omhoog houden... Hè, nog een keer. Ook nog een keer. Hè. Al die luiden boven zitten lekker Sinterklaas te spelen... en eh, geven zichzelf alleen maar cadeautjes. En wij moeten alles uh, maar uh, bij elkaar schapen. En, en ik moet dan gaan nadenken, van, nou, hoe haal ik die, uh, die perspex-dingen? Uh, 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 tientjeswerk. Maar TNO, die, die kan het zo doen, man. Dat doen ze niet. Dan ben jij maf. Want als je een beetje feel hebt... Ja, ik, ik heb acht jaar lang gestudeerd. En dan, ik heb heel veel echt heel veel experimenten meegemaakt. En van sommige experimenten, een beetje van tevoren al, op je gevoel. Van nou, nee, dat, dat, ja, je moet het voor alle zekerheid, moet je het controleren. Ik heb het heel vaak meegemaakt dat je het gewoon moet controleren. Want ja, je mag niet zeggen van eh, volgens mij, zus en zo. Maar je gut feeling, je onderbuikgevoel, dat, ja, dat heb ik ontwikkeld. En ik weet het als je. Uh, een concentratie hebt van 400 ppm en die gaat naar 800 ppm. Dat je daar helemaal niks van merkt? Tuurlijk niet. Het is veel te weinig CO2 om ook maar iets van een effect op te leveren. Nu ik erover nadenk, ik zou ook wel in staat zijn om een computermodel te maken. Ja, een, nee, om een model op te stellen wat er dan vanuit gaat als je op zoveel CO2. Maar, maar dan doe je het alleen wiskundig, dan doe je het alleen op papier. En dan weerleg je dan het broeikaseffect met een model. Maar, dan krijg je erg veel wiskunde bij en het spreekt niet zo tot de verbeelding in... Maar ik zeg je al, als we dit doen. dan gaan we aantonen dat er geen broeikaseffect is. in die mate dat je daarmee de temperatuurstijging. die er mogelijk is in Nederland. want de temperatuur in Nederland is met 2 graden gestegen sinds het begin van de 20e eeuw. maar het staat nog niet vast of dat substantieel is. Eén zwaluw maakt geen zomer omdat de temperatuur varieert. Die schommelt. Echt. Geloof me dan nou maar. Dus we kunnen zitten heel toevallig op een, ja, een opeenstapeling, opeenstapeling van schommelingen. En dat we zo dadelijk weer in een heel diep dal gaan zakken. Omdat die opeenstapeling van schommelingen voorbij is. En dan worden er weer normale schommelingen. En dan, oh, het is weer een stuk kouder in Nederland. Het is weer net zo koud als in het begin van de 20e eeuw. Ja, dan hebben we dat weer. Dat kan heel goed, daar moet je ook rekening mee houden. Maar stel het is substantieel. Uh, hoezo kan dat van het CO2 komen? En wij gaan dat weer leggen. Wij gaan zeggen: als de temperatuurstijging in Nederland substantieel is, wat nou helemaal niet was dat, huh? maar stel het zou substantieel zijn, dan kan dat niet komen van de CO2. Want als het wel had kunnen komen van de CO2. Dan hadden wij die temperatuurstijging moeten waarnemen. En dat hebben we niet gedaan. Dus slaat het hele klimaatakkoord van Parijs als een tang op een varken. Het slaat als een gebed op een sodomiet. Ik heb gezegd. <laughs> Ik kom op, doe mee. Klopt. We gaan de heel, niet alleen de Nederlandse overheid te kakken zetten. Nee, de hele wereld. We zetten de hele wereld te kakken. Want dat, de, de, die website komt er dus. Die komt er natuurlijk ook in het Engels. En iedereen die op Facebook en op Twitter en op wat dan ook... een post doet uh, over klimaatellende gebeuren... dan gaan onze uh, uh, advocaten, nee, hoe noem je dat... Onze ambassadeurs, die gaan op alle social media onmiddellijk een linkje geven naar die website die ik hier wil streamen. Uh, ga daar eens even kijken en dan zien mensen het filmpje zelf op YouTube, maar YouTube kanaaltje, kan iedereen zien dat het hele klimaat gebeuren dat berust op bedrog. We zijn voor de gek gehouden. Wij hebben volgens... Amerikaans recht. En dan denk ik dus even aan het recht wat opgesteld is in Amerika voordat Amerika katholiek werd. Wat weinig mensen weten, maar Amerika, dat heet ook wel Romerica. Romerica. Amerika is van de paus. Europa ook, maar Amerika ook. Hm. Rusland ook. Maar goed, maar voordat Amerika. Amerika is een tijdje onafhankelijk geweest van de paus. En toen hadden ze daar een, een, een wet. Ja. En die wet hield echt in dat als jij in overheidsdienst de boel mieterd, dan ging je kop eraf. Dan had je een heel groot probleem. Dat werd niet getolereerd. Liegen en bedriegen in overheidsfunctie, dat was een halsmisdrijf. Kijk... Abraham Lincoln is doodgeschoten door een katholiek. Achter die katholiek zat een clubje van katholieken. Dat was een samenswering. Dus al die mensen die zeggen samenswering, nou dat kan niet hoor. Want kan helemaal niet hoe samenspieren. Dat doen mensen niet. Want mensen zijn altijd heel erg vriendelijk en open en eerlijk. Want ik zelf ben ook zo. Ja, niet altijd. Maar ja dan ben ik ook, ja, soms word je bedonderd en dan pak je ze ook terug. Maar, uh, maar voor de rest ben ik altijd heel erg open en eerlijk. En uh, ja, ik ben een keer vreemd geweest. Dat heb ik niet verteld tegen mijn vrouw. Maar dat was wel uh, ja, een leugetje om best wel. Want als ik dat verteld zou hebben. Nou, ik heb namelijk twee kinderen en uh, nou, dat snap je ook wel, Perry. En uh, voor de rest ben ik helemaal, helemaal recht op zee goud eerlijk. En dat zijn andere mensen ook. Ja, maar er was dus wel een samenswering om Abraham Lincoln even om te leggen. Wat is er gebeurd met die mensen? Die zijn opgehangen. Op het schafot. We hebben er is nog een foto van gemaakt ook. Dat is Amerikaans recht. Je vermoordt een president. Hoppakee, kop eraf. Je hebt niet eens meegedaan, maar je hebt erover meegedacht. Want die man die het gedaan heeft, die is doodgeschoten in het theater waar hij de moord heeft gepleegd. Dus Die man was al dood. Maar dat was niet genoeg. Ze zijn op zoek gegaan naar al die samensweerders. En al die jabamben lopen, bengelen aan het touw. Weet dat we weten. En de mensen die ons opgelicht hebben met zoiets als het klimaatakkoord. Wat moeten we daarmee? Een pensioen geven? Een Joris Demming regeling Ja, je hebt de wet overtreden, je hebt misdrijven begaan... maar je had zo'n hoge functie, nou weet je wat, uh, volledig pensioen. En, uh, en uh, oh, toch een leuke receptie bij afscheid. En uh, wie vind je leuk dat er dan een praatje komt houden? Gaan we dat doen? Met mensen die ons bedrogen hebben? En niet alleen ons, ook de Belgen en de Duitsers en de Engelsen en de Noren en de Zweden. Oh, bedaar joh! En de Amerikanen en de Indonesiërs, iedereen is bedrogen. En wij, de Nederlander, de Homo superioricus. Homo betekent namelijk mens. Wij, de homo superioricus, wij gaan het even bewijzen dat we bedrogen zijn. We pletteren het gelijk aan de grote klok, namelijk op de webserver van Perry. En nee, die krijg je niet uit de lucht. <laughs> Perry, hoe heb je dat voor elkaar gekeken dan? Ja, dan ga ik niet aan jouw neus hangen natuurlijk. Maar mijn webserver krijg je niet uit de lucht, grote jongen, als je, als je dat lukt. Geen details verder natuurlijk. En joh, ik kan hem ook niet hacken. <laughs> dat al helemaal niet. Dat kan je lekker vergeten. En gewoon dat we doen, maken we een wereldwijde ruil. En het enige wat we nodig hebben. Dat is, uh, ja, we, we moeten wat tientjes hebben voor die perspectie. Wat we in eerste instantie nodig hebben, is mensen die zeggen: Perry, wat een leuk idee. En ik steun je. Uh, bij wijze van spreken, uh, ik kom er wel langs met uh, een sixpack bier. Zo. Eh? Maar als jullie gaan knutselen, dan zorg ik voor het bier. Ja, ik drink daar geen bier, maar eh, die andere jongens misschien wel. Wat ik je zeg, dan, dan smeer ik wat boterhammen. Als we naar die boer moeten en dan moeten we toch die hele dag, en, we, 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 we. of eh, als die installatie op dat dak moet, dan kan ik zorgen voor de bakstenen eh, om te verzwaren dat hij er niet af kan waaien. Eh, dat soort dingen. Eh? Die installatie moet op een, op een euro-pallet gemonteerd worden. Bijvoorbeeld dat jij dan zorgt voor een euro-pallet. Want je baas heeft er nog wel eentje liggen. En die is toch een beetje kapot. Die kan niet terug naar de leverancier. En die, mag je, die mogen wij dan hebben. Zo dus. Dus je zegt, nou, dan, geef maar aan dat je, of dat je mee wilt denken. Of dat je, of dat je voor het project op zoek wilt gaan... naar mensen die dat mogelijk interessant vinden. Want als ik voldoende medestanders heb... En een mannetje op drie, vier, vijf. Dan gaat het bij mij al eens broeien. Dan ga ik het plan schrijven. Dan hebben we het allemaal op papier. Dan heb je ook iets om op te schieten. Dan kan je kritiek erop zetten. En ik kan heel erg goed tegen kritiek. Zeker als ik een doel voor ogen heb. Dan mag je mij uitmaken voor rotte pist. Dat maakt me echt helemaal in de onderuit. Maar dan gaan we ergens naartoe. Dan kom je maar met kritiek. Ga ik aanpassen, aanpassen, aanpassen. Net zolang dat plan helemaal geolied en oké okay in elkaar zit, en dan gaan we de agendas pakken en uitvoeren. En tegen die tijd moet er dus, uh, ja, dan moet er, dan moet je niet maar poen op tafel komen om die perspex uh, te kopen. Ja, dat moet je maar even over na gaan denken. Snap je? Doe mee, man. Echt, we gaan ongelooflijk lachen. Wat, wat een rel. Zie je het al voor je? The Dutch did it again. The most feared people of this earth did it again. <laughs> They made a fool out of us. How dare yo to make a fool out of us? <laughs> They made Greta Thunberg very pissed off. <laughs> Even El Smeerlap. Krijs in het kredel. <laughs> Eat this, mofo's. Hé, <laughs> hey, kom op. Dus als je wat weet op een of andere manier. al doe je alleen maar een likeje hierop. Weet je, dat, dat maakt mij al naar de lachen. Doe je gewoon even een like, kost je helemaal niks. Man. Ik maak er nog een mooie titel bij. En, en, en geef dit door via Facebook, via whatever. Uh, uh, dit gaat, uh, op, als we allemaal meedoen, hè? en het hoeft de, de afzonderlijke deelnemer helemaal niet veel tijd te kosten, er zijn enkele mensen door het team wat het werk moet gaan doen, dat is een mannetje of drie. Meer niet. Vier, at the most. En dan buiten mezelf dan gerekend, hè? maar die ik erbij moet hebben, dat is echt heel, heel weinig. De mensen voor het echte werk die er substantieel uren in moeten gaan stoppen. Misschien twee mensen die er echt veel uren in moeten stoppen. En twee mensen die bereid moeten zijn om af en toe dingetjes te doen. Maar bijvoorbeeld een auto, die heb ik tot mijn beschikking. Uh, een bus heb ik ook tot mijn beschikking. Die kan ik ook weer regelen. Nou, ik ken iemand uh, en die kan wel solderen. En... Ik ken iemand die is goed in Raspberry Pi's. Ja, ik zal wel een... Uh, Meld je maar aan. Ja, als, je, dus men, als je goed bent... De, waar er nog een hiat zit... met name, dus als je iemand weet... Die, die, uh, dat, ik moet iemand hebben... die met een thermosensor... Uh, dat, die, dat die de temperatuur kan loggen. Met zo'n Raspberry Pi, Banana Pi... You know, die dat kan... Die dat in de vingers heeft. Om die analoog-digitaal converter uh, in te stellen, Raspberry Pi een beetje programmeren en zo. Die, die dat kan. En op een dusdanige manier dat uh, iemand als ik dan met mijn Macintosh uh, in kan loggen op die machine. En die logfile met al die temperaturen en CO2-metingen, um, die eventjes naar me toe te halen. Zodat ik ze op de website kan zetten. Dus dat stukje van die temperatuurmeting naar de digitale opslag. Dat is het enige wat ik nog niet heb ingevuld. Ik, ik weet dat ik het hier kan inkopen. Want ik heb hier een winkel hier in Arnhem. En nou, ik weet zeker als ik tegen die jongens zeg: van, uh, heb je iemand? En la la la. En wat kost het dan? Dan kan ik het wel inkopen. Maar dan neem ik aan dat ze. Ja, zo'n geintje dat kost je dan. Want dan zullen ze. Ja, dan, dan bereik je misschien over 300 euro. Ik heb het nog niet gevraagd hoor, maar dan heb je het niet over uh, twee tientjes. Denk ik. Maar als je iemand kent van de Raspberry Pi hobbyclub. Ja. Uh, contacteer zo iemand, zo zouden de Fransen zeggen. Oh, het lijkt me dat leuk. Dan gaan we lachen man. Nou, en dan zeg ik op zijn hamburg tegen jullie, eh, met eh, vol verwachting klopt mijn hart. Tjus, en dag lieverds.